Weet je wat ik ook echt secretaresseachtig vind? Dit. Ik ben vandaag directie-secretaresse, dus ik heb mijn stiletten alvast bij. Ik ben vandaag immers secretaresse van de grote directeur. Dit is Mira. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij bent directie-secretaresse? Ja. Ik heb mijn hakken al bij. Oh, dat komt goed uit. Die heb ik ook in mijn tas. Hey, wat is nou het verschil tussen een directie-secretaresse en een gewone secretaresse? Een directie-secretaresse die werkt echt voor de directeur. En dat is vaak ook één op één, een PA. Terwijl andere secretaresses of managementassistenten werken vaak voor meerdere mensen. Dus vandaag ben ik echt secretaresse van de directeur. Vandaag ben je echt de PA van de directeur. Als je nou een goede beurt wil maken bij de directeur, dan moet je een dubbele espresso voor hem meenemen. Eigenlijk, 's ochtends neemt hij altijd voor mij koffie mee. Nu doen we het andersom. Beter kan je niet beginnen. Punten gescoord, hoppa. Wat is het volgende wat we gaan doen? Als eerste start ik mijn computer op, ik pak mijn spullen erbij en dan ga ik eerst even kijken welke berichten er binnen zijn gekomen. En als Chris aanwezig is, dan ga ik met hem even wat dingen doorspreken van zaken die moeten gebeuren of bepaalde vragen die ik heb. Yes? Ja. Oké. Dan gaan we verder. Zet hem op met je drukke schema. Doei doei. Okay. Nou, een flinke lijst hebben we gekregen. Nou, we moeten wat dingen kopiëren. Wat scannen. Nou, we hebben een hele lijstje met punten die we moeten doen. En een deel daarvan is voor jou, dat mag jij dan alleen doen. Voor de grote baas. Yes. Chris, mag ik jou misschien nog één vraag stellen? Want ik moet natuurlijk vandaag een hele goede directie-secretaresse worden. Ja. Maar wat is er nou zo goed aan Mira? Dat ze nadenkt over wat er in mijn agenda gebeurt. Dus dat ik 's ochtends kom, dan heb ik al een hele rit stukken van dingen waarvan ik denk, ja, die heb ik inderdaad nodig. Weet je wat ik ook echt secretaresse-achtig vind? Dit. Nee, dat doe jij wel eens toch? Dat doe ik echt. Oh, echt niet? Ja. Vind je nou het allerleukste aan je baan? Geen dag is hetzelfde. Je hebt met heel veel mensen te maken, met heel veel afdelingen. Ja, dat vind ik eigenlijk het leukste. Nou, ik kan dan kopiëren, scannen, schellen. Ja, het houdt natuurlijk wel iets meer in. Je moet heel goed kunnen plannen en ook vooruitdenken. Dat als je een bepaald onderwerp op de agenda ziet staan, wie gaat de stukken aanleveren, bijvoorbeeld. Ben je bang dat er steeds meer digitaal gebeurt, dat je baan verdwijnt? Het gaat wel veranderen, maar het zal nooit helemaal verdwijnen. Er zullen altijd mensen ondersteuning nodig hebben, op welke manier dan ook. Dus nu verder met Serious Business. Ja, ik moet die lijst natuurlijk gaan afwerken. Ja. Haringparty. Nou, Vink. Oh, Vink. Vink. Ik denk, je zit thuis een vogel vliegen met. Vink. Waar dan? De groene zaak. Misschien heeft ze wel een wietplantage. Moet je de voice wel inspreken? Ja. Oh. Hoi Saskia, je spreekt met Lonneke Marsmans. Ik bel namens Chris Heutink. Zou jij Mira je misschien over terug kunnen bellen? Tot ziens, fijne dag. Lekker club. Nou, heel goed gedaan. Ik moet zeggen dat ik wel heb ingezien dat jij met heel veel verschillende dingen bezig bent. Dus je moet als direct secretaresse moet je heel goed prioriteit kunnen stellen. Je moet een organisatietalent zijn. Ja, representatief, structureel. En dan mag je nu je geen papier uit. Van alle momenten.